Een groot deel van de gemeenteraad voelt zich voor het blok gezet en zegt met tegenzin het voorstel van het college te steunen. Het alternatief faillissement zou tot veel grotere schade leiden. Ad interim voorzitter Paul Bottelier van Willem II is tevreden. Ja, natuurlijk ben ik tevreden. Wij hebben heel goed begrepen dat het lastig is voor de gemeente in deze tijd om op deze manier behulpzaam te zijn. Maar we hadden geen keus en dat de gemeenteraad toch in overgrote meerderheid het voorstel van het college steunt, dat maakt Willem II buitengewoon blij. Alleen de fracties van SP en TVP stemden tegen. Ze hebben samen 7 van de 45 zetels. Paulus Oerlemans van GroenLinks noemde de huurverlaging het minst slecht denkbare voorstel. En daar was sportwethouder Jan Hamming het mee eens. Dit is een eerste stap om Willem II er bovenop te helpen. Maar er moet nog heel veel gebeuren de komende weken. En wat ik zou willen doen is een oproep aan alle sponsoren en alle financiers. Die zeggen van nou, nu laat de gemeente zien dat ze wat willen. Nu is het ook aan al die mensen die ook willen bijdragen financieel om ook die stap te zetten. Dus ik zou bij deze oproep willen doen. Doe nu mee om Willem II weer gezond te maken. Maandag werd de eerste 6 ton aan Willem II overgemaakt. Hierdoor kan de club de salarissen betalen aan spelers en personeel. Vrijwel de hele raad stelde de voorwaarde dat het bestuur van Willem II op orde moet worden gebracht. Op 21 juni moet duidelijk zijn hoe dat gebeurt. Nu moet er nog wel een hele nieuwe bedrijfscultuur worden opgezet in een krappe 22 dagen tijd. Dat lijkt me nog een behoorlijke opdracht. Ja. Nou, cultuur verander je niet in 22 dagen, maar je kunt het wel in de stijgers zetten. En daar zijn we natuurlijk ook al langer mee bezig. En ik heb er alle vertrouwen in dat de vragen die de raad en de eisen die de raad gesteld heeft, dat die binnen de gestelde termijn, dat we daaraan kunnen voldoen. Het is kort dag, maar het kan. En dat is in het verleden is ook wel eens gekund. Wat al heel goed is om te zien dat gisteren alle oude bestuurders al hebben gezegd dat ze vanaf nu aftreden. Dat geeft in ieder geval de ruimte om het opnieuw in te vullen en de structuur opnieuw neer te zetten. Er wordt al de afgelopen dagen keihard gewerkt om dat rond te krijgen. Dat is een grote opdracht nog voor de komende 3 weken. Maar ook een grote opdracht aan iedereen die de club lief is om ook financieel bij te dragen. En ik hoop dat dat nu gaat gebeuren. Zijn de eisen die gesteld zijn door het college en de gemeenteraad onvoldoende, dan wordt het overige geld niet naar de tricolores gestort. En is dat alsnog het einde van de club. Alhoewel de raadzaal druk werd bezocht door een kleine 40 supporters op de publieke tribune, de animo om buiten te kijken op een groot scherm viel tegen. Ook de Willem II-spelers zelf schitterden door afwezigheid. De meeste zijn op vakantie.